Curator Anand Mahabir programmeerde de afgelopen 4 maanden een tentoonstellingenreeks waarbij een artesstudent en een alumnus aan elkaar werden gekoppeld. Ze deden samen onderzoek en maakten een tentoonstelling. Deze onderzoeken gingen allemaal over het gedrag van een elektron volgens de kwantumfysica, waarbij de waarnemer hetgeen wat waargenomen wordt beïnvloed door de handeling van het observeren. Op 4 mei werd de laatste tentoonstelling in de reeks geopend, waarbij Tonio Gugelin een performance opvoerde. In Gravity exposeren Lynn Gerritsen en Hester Louter hun onderzoek. Verslaggever Pieter Pluiger sprak met curator Anand Mahabir en exposanten Lynn Gerritsen en Hester Louter. Hoe kom je op deze combinatie van kunstenaarsstudenten en deze expositie? Ik heb hier 5 jaar geleden, ooit bij aanvang, heb ik hier geprogrammeerd. Ik ben zelf werkzaam bij Artes, dus voor mij zijn die lijnen ook heel kort om studenten te selecteren. Ik heb toen ook voornamelijk studenten geprogrammeerd, dus ik heb voorgesteld van, zal ik weer voor een periode studenten programmeren? Ik wilde dit keer wel studenten ook kunnen honoreren, dat er iets tegenover stond, een klein bedrag, een kleine vergoeding. Zeker, dit zit financieel krap, dus dan kom je automatisch uit bij Artes, want ik programmeer tenslotte studenten van Artes. Dan moet je het zo formuleren dat het ook wel enigszins aansluit bij hun instellingsplan. Dan hebben ze 2 dingen in hun instellingsplan, een actief alumnibeleid en onderzoek. Dat is dan de kern van hun onderwijs. Dus daarop aansluitend heb ik mijn plan als dus geformuleerd van ik wil graag een student en een alumni hier tentoon laten stellen. Ik geef ze een onderzoeksvraag mee en de resultaten van het onderzoek dat resulteert uiteindelijk in een tentoonstelling. Jij hangt hier met divers werk. Ik zie een soort van geluidsinstallatie met fietswiel, versterker en gitaar. Een raamwerk met licht erachter en nogal mechanische tekeningen. Ik ben kunstenaar en ik gebruik veel geluid als element. Ik heb voorheen veel samengewerkt met 2 vrienden. Maar omdat ik verhuisd ben naar België, heb ik minder contact met hun. Dus kan ik ook minder muziek maken met hun. Dus ik ben manieren gaan zoeken hoe ik eigenlijk mijn vrienden kan vervangen met machines. Dus ik laat eigenlijk de machines de muziek maken in plaats van met mijn vrienden. Hoe ben je tot dit werk gekomen? Heel veel uitproberen en zoeken. Ik begin gewoon te werken en het werk komt er eigenlijk vanzelf uit als je maar iedere dag bezig bent. Uit je tekening dat je een soort fascinatie hebt met mechanische en misschien organische of mechanische werking van apparaten. Machines hebben wel charmes voor mij. Als tekeningen zijn ze vaak zeer complex. En als ik ze ga uitwerken, dan wordt het steeds compacter. Dus ik ga steeds verder naar de basis toe. Totdat er uiteindelijk alleen nog maar een fietswiel en een touwtje en een elektromotor en over is. Dus de tekeningen ben ik heel ruim. En in de uiteindelijke uitwerking comprimeer ik naar 1 element vaak. Jouw werk ligt in het verlengde van de andere beeldend kunstenaar. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, denk ik. En er zijn ook een aantal thema's die wel eens allebei, denk ik, terugkomen. Zowel de beweging als ook handen. Die gebruik ik zelf heel vaak in mijn werktekeningen van handen. En er is ook een werk van Linda, een andere exposant, waar ook tekeningen van handen in zitten. Ik denk dat mijn werk ook eigenlijk wel, dat er heel veel beweging in zit, maar misschien meer in beeld dan dat het echt beweegt. Het is misschien meer de suggestie dan echt de waarheid. In die zin vind ik wel dat het goed op elkaar aansluit. En ik heb ook wel gemerkt dat bezoekers van de expositie soms verward zijn over welk werk nou van wie is. En ik denk dat we in die zin ook wel geslaagd zijn in elkaar uitdagen, in elkaars werk ook. Jouw werk heeft pictorale, tekenkundige, schetsmatige elementen. Ja, ik ben nu 2e jaar student op Artes en ik had besloten om in de eerste paar jaar eigenlijk van mijn carrière om heel erg te richten op het ontwikkelen van een beeldtaal. Dus dat is ook inderdaad heel erg waar ik mee bezig ben geweest. Want ik dacht, ja, je moet wel een soort van herkenbare stijl hebben of zoiets. Of als je iets wilt laten zien door middel van tekeningen, moet je wel eerst goed dat onder de knie hebben voordat je echt iets kan laten zien op de manier dat je dat wilt. Want je laat ja, een tekening, dat is over de jaren wel veranderd van waarheidsgetrouw naar iets meer de visie van een kunstenaar. Dus ik heb me daar wel op gericht.